Sommige echtgenotes waren nog erger dan hun mannen. De vrouw van de Saoediër, een Syrische, wilde me niet in huis hebben. Ze was jaloers. Ze schreeuwde dat ze hem zou vermoorden als hij die vieze kafir zou aanraken. Waarop hij zei dat het geheel volgens de regels van de islam was om seks te hebben met een slaaf. Ze vertrok naar haar ouders, maar helaas keerde ze al snel terug. Ze was erg lui. Ik moest alles in huis doen en ze gaf me amper te eten. Mijn handen waren helemaal ontstoken door het met de hand wassen van kleding. Eten voor mij en mijn kinderen haalde ik uit de vuilnisbak. Uit angst voor IS zochten duizenden Yezidis in de zomer van 2014 hun toevlucht op de berg Sinjar. Duizenden anderen wisten niet te ontsnappen en werden vermoord of gevangen genomen. De mannen en vrouwen werden gescheiden, ongetrouwde vrouwen en meisjes als seksslaaf verkocht. Een paar dagen voordat het Narratory Festival startte, kreeg ik dus dit boek toegestuurd van Maheshwari. De titel is Het Vergeten Volk. En letterlijk de ondertitel Het Verhaal van de Yezidis over de laatste genocide. En ik dacht echt bij mezelf van, ik pakte het uit en ik begon te lezen. En ik was nog niet voorbij de inleiding toen ik Brenda een persoonlijk berichtje op LinkedIn stuurde van, wauw, ik zit je boek te lezen en ik kan het nu al niet meer wegleggen. Het is zo confronterend. Ze geeft zoveel kleur op wat dit volk en in het bijzonder de vrouwen hebben doorstaan. Dat ik ook gelijk de link snapte met het Narratory Festival. Het is zo contrasterend, hè? We vieren de kracht van de vrouw. En hier zie je eigenlijk hoe de vrouw onder ontzettend, ja, eigenlijk erbarmelijke omstandigheden is onderdrukt. Maar hoe ze wel door veerkracht heeft overleefd. Het wordt voor mij pas relevant als je het kan koppelen aan actuele maatschappelijke thema's. En dat is zo mooi met deze campagne. Het wordt nu is het niet meer holle symboliek van een godin met 8 armen. Maar het staat echt daadwerkelijk voor wat er in onze samenleving gebeurt. En wat we daarvan, hoe we eigenlijk in onszelf kunnen keren en daar door middel van zelfreflectie over kunnen nadenken. Van oké, IS kan ik alleen kan IS niet uitschakelen. Op mijn vierkante meter heb ik helemaal die invloed niet. Maar wat ik wel kan doen, is ik kan voor mezelf kijken van, welke kwaliteiten die ik in mij heb, welke goddelijke kwaliteiten die een ieder in zich heeft, kan ik cultiveren, kan ik laten groeien in deze periode in het bijzonder, zodat ik hiermee kan omgaan. Ik zal heel eerlijk zeggen, toen ik werd benaderd voor deze campagne en de naam Yezidis viel, dacht bij mezelf, dat is toch iets, ja, volgens mij heb ik het een keer in het nieuws voorbij horen komen of zo. Maar that's it, hè? Meer wist ik niet. En dat is nou exact de crux van deze campagne. Deze mensen worden vergeten.